Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft gisteren in samenwerking met belanghebbenden van de Anamoestraat een Carnaval Family Fun Day georganiseerd. Hierna was er ook een carnaval afterparty met tal van attracties voor kinderen. Deze carnaval events zijn georganiseerd om bestaande activiteiten te laten uitgroeien tot volwaardige toeristische attracties. Volgens het ministerie is haar toerismebeleid onder andere ook hierop gericht. Behalve bestaande evenementen ondersteunen en verbeteren, zal het ministerie ook nieuwe evenementen en festivals creëren. Hiermee wil HINT meer invulling geven aan haar toerismebeleid, dat zij in samenwerking met de private sector en maatschappelijke organisaties zal uitvoeren.